De laatste spreker voor vandaag. Nou, jullie hebben hem al een paar keer horen spreken hier in ieder geval. Maar dat is emeritus hoogleraar Mart van Lieburg, medische geschiedenis natuurlijk. Ook directeur-beheerder van het Trefpunt Medische Geschiedenis, waar wij hier nu met z'n allen zijn. En hij sluit de dag af met zijn verhaal, een verhaal waarop Florence Nightingale en haar gedachtegoed hier in Nederland zijn ontvangen. Want historisch onderzoek gaat al maar door. Er komen nieuwe verhalen, nieuwe feiten boven tafel, waarop wij weer meer leren over de context, meer inzicht krijgen in de context van waarin haar Nederlandse reputatie werd opgebouwd. Dus Mart, the stage is yours. Dank u wel, voorzitter. Het zal niet meevallen om na al dit verpleegkundige intellectuele geweld nog een simpel medisch historisch geluid te laten horen. Een klein beetje nakeren, zullen we maar zeggen, op deze bijeenkomst. Maar we gaan het proberen, want het onderwerp is boeiend genoeg. En het onderwerp boeit mij al lang. Daar wilde ik toch even mee beginnen. Niet als een soort laten zien wat er allemaal gebeurd is, maar eigenlijk ook als een verontschuldiging voor dit publiek. Dat het niet de eerste keer is dat Florence Nightingale bij mij in beeld is. Ik weet nog heel goed dat ik samen met Ali van der Meij naar Nijmegen reisde in 1974. Om in Nijmegen een lezing te geven over Florence Nightingale. Moet je nagaan, zo lang is dat geleden. En er zitten verschillende mensen hier in de zaal die uit die jaren al die activiteiten ook nog wel herinneren. De echte veteranen van de geschiedenis van de verpleegkunde, zo maar zeggen. Toen ik benoemd werd aan de VU, heb ik direct een werkgroep opgericht voor de geschiedenis van de verpleegkunde. Ik wilde een echte sectie daarvan gaan maken. Dat betekende dat er publicaties op de rails gezet werden. Dat zijn de verpleegkundig historische cahiers, onder andere van Gerrit en Kaarten, die nog altijd hier in het Trefpunt actief is. Door een enorme legaat konden wij een vrij kostbare collectie Nightingale Letters en de Adelaide Netting Historical Collection aanschaffen. Die staat nog altijd ergens op de VU. Allemaal microfiches, een complete collectie. En niet te vergeten dat we ook van de Welcome een onderzoeksproject kregen. Om 4 jaar lang onderzoek te doen naar de geschiedenis van de verpleging. Een jaar later ben ik begonnen met de verpleegkundig historische dagen. Toen is de verpleegkundig historische literatuur van Nederland in beeld gebracht. En uiteraard moest ik daaraan denken bij de voordracht van zo even. Het grote gat wat je aantrof tussen de beide jaren wat was het, 1918 en ergens ver na de oorlog. Dat zou je gevuld kunnen vinden door die publicatie en door de studies die eromheen gemaakt zijn. In dat jaar kwam ik ook op het spoor van Peter Pinkhoffs, een hele onbekende kerel, maar daar kom ik dadelijk op terug. We publiceerden voor het eerst toen de heruitgave van de Florence Nightingale, van The Notes on Nursing. Op de VU is zelfs een aparte studiebijeenkomst geweest in 1984... bij de uitreiking van de Florence Nightingale medaille in 1994 mocht ik in een of andere dure gelegenheid in Den Haag opnieuw over Florence Nightingale praten. Toen ik in Groningen werd benoemd, toen hadden we daar even ruim de kans om een flink budget beschikbaar te krijgen. Want de werken van McDonald's die zijn ongelooflijk kostbaar. Ik geloof dat het iets van een paar duizend euro was. Dus mocht u geïnteresseerd zijn in al die ongelooflijk dikke boeken, er is maar één UB in Nederland waar ze staan en dat is de UB van Groningen. Daarna nog een keer de heruitgave van Florence Nightingale. Bij de opening van het museum heb ik op hetzelfde onderwerp gesproken. En zoals je zult zien, niet onbelangrijk, de inkadering van het onderwerp in de geschiedenis van het Nederlandse diaconessenwezen. Daarbij zijn deze boekjes wel vrij bepalend geweest. Naar mijn smaak nog altijd een erg onderschatte boekje van Is Vording. Ik moet altijd langzaam uitspreken. Wat toch een hoogleraar was in de rechtswetenschap, die een buitengewoon intellectuele biografie, heel kort, maar toch wel ontzettend grote kwaliteit, geschreven heeft. Het boekje wordt een beetje van, ja, klein boekje, maar er zit heel veel in. En niet te vergeten voor mij de schokkende publicatie van Creative Melody, mocht u die kennen, van Joyce Pickering, waarin Florence Nightingale als de grote femme fatale werd afgeschilderd, cocaïne verslaafd, niks geen depressies, het spijt me. Ze was cocaïne verslaafd en heeft vanuit haar rolstoel
een middel gevonden om haar omgeving te kunnen terroriseren. Keurig netjes geanalyseerd. Er zijn mooie parallellen mee met Pasteur, die ook na zijn ernstige ziekte een soort terreurgedrag heeft ontwikkeld in zijn omgeving, waarbij zijn vrouw een glansrol heeft gespeeld, in positieve zin dan. En Richard Gordon, het boekje waar Dedicated Monster. Nou, als je dat op je naam geplakt krijgt, dan weet je ongeveer waar je aan toe bent. Wat zijn de contexten van Florence Nightingale waar we naar gaan kijken? Dit is de reeks van publicaties, ga ik niet allemaal de titels weer oplepelen. Maar waar het om gaat is dat er allerlei gebieden waren, de communities of interest hier in Nederland. De militaire geneeskunde, die natuurlijk zeer geïnteresseerd was in wat daar op de Krim gebeurde. En wat zij in de publicatie van 1858 hebben kunnen nakijken. De ziekenverpleging, dat zeg ik toch met een klein beetje terughoudendheid, kom ik dadelijk weer op terug. Omdat ik denk dat in de bestudering van Florence Nightingale voortdurend een anachronisme optreedt. Er is geen ziekenverpleging in de context zoals wij dat kennen en de historische context zoals wij die gemaakt hebben. Met andere woorden, we maken iets rondom Florence Nightingale in de publicatie van de Notes on Nursing, die er gewoon niet was. Dat hebben we uit de verkeerde tijd overgeplaatst naar 1859, of eigenlijk 58, maar goed. Dan haar Notes on Hospitals, wat een vervolg erop is. Als je een ziekenhuis goed wil besturen, dan moet je het lagere personeel ook in bedwang houden. Ik zeg het eventjes heel kort samengevat. En dat betekent dus dat je voor de ziekenhuisbouw ook bepaalde regels moet hebben. En die regels, die waren onderdeel van mijn proefschrift, dat ging over de bouw van het Kolsingel ziekenhuis. Daar kom ik dadelijk wel op terug. Dus die heeft in Nederland, het boekje van Florence Nightingale, heeft in Nederland wel invloed gehad in de grote overgang van de corridorziekenhuizen naar de paviljoenziekenhuizen. Daar zit het boekje van Florence Nightingale op de achtergrond. De statistiek zal ik dadelijk ook nog even noemen, alhoewel ik daar verder geen verstand van heb. Dan de kraamklinieken, een totaal vergeten onderwerp. Daar heeft ze toch een belangrijk boekje over geschreven. En de ontwikkeling van de Nederlandse kraamklinieken en van de Nederlandse Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen, die kun je niet helemaal loszien van de publicatie van Florence Nightingale. Dan haar trained nurses van de wijkverpleging of algemeen verpleging en de GVO, die ik maar eventjes terzijde noem. Kortom, een aantal gebieden waar we nu eventjes proberen zicht op te krijgen waar het gaat om de receptie van Florence Nightingale. Dit plaatje is vandaag nu al, ik geloof, 3 of 4 keer langsgekomen. Kennelijk fascineert het ons. Waarom het mij fascineerde, ik heb er verder geen verstand van. Als je even in het eerste jaar medicijnenstudie medische statistiek hebt gehad, daarna wil je nooit meer zo ongeveer. Dit is de Nightingale Roos. Aan de andere kant het helemaal uitleggen, maar ik vond het fascinerend dat hij net, volgens mij 2, 3 weken geleden, is dat hij in een of andere blog, ik ben vreemd van de social media, maar dit kwam toch tot mij op een of andere wonderlijke wijze, namelijk de lichtgrafiek van de week. Een prachtige blog waarin hij beschrijft dat dit een buitengewoon sterk gelogen verhaal is, waardoor iedereen op het verkeerde been werd gezet, zei dat het wel een goede been was in de zin van qua ontwikkeling. Maar wiskundig klopte er niet veel van. Dit is haar leiding in de institutions met de Nederlandse kraamkliniek. En nogmaals, ook dat laat ik verder terzijde, want ik wil heel graag toch meer naar het medische, inhoudelijk historische deel. Nou, nu die Peter Pinkhoffs, waarom is die vrij bekend? Als u een beetje Rotterdammer bent, dan weet u wie Pinkhoffs was. Want de broer van deze Peter Pinkhoffs, dat is de grootste crimineel van Rotterdam uit de 19e eeuw. Die de haven opgelicht heeft, dus de totale haven is ingestort. Allerlei aandelen in Afrika bleken niet helemaal goed te zijn. En dat broertje die zat dus al lekker in het buitenland. Die dacht, laat broer maar zijn gang gaan in Rotterdam. Die is daarna naar New York gevlucht, een prachtig verhaal, een dik boek over. Maar deze de man die daar in Scutari de medewerker was van Florence Nightingale, heeft over zijn ervaringen dus een boek geschreven. En dat kun je zo downloaden tegenwoordig, dat kun je tegenwoordig bij ieder boek wel zeggen. En dat is fascinerend, want dan zie je dus de andere kant van Florence Nightingale, namelijk die medische kant, door iemand die echt direct de omgeving van Florence heeft gewerkt. Ik kwam, dat zijn de zegeningen van het internet, ongeveer parallel het print, dat is natuurlijk vaak weer een bewerking daarvan. Ik denk dat dit ook een afbeelding is van dezelfde print, maar dan weer van Pinkhoffs natuurlijk. Waarin hij in de Scutari aan het werk is in de directe omgeving van Florence Nightingale. Dan nu, wat is er mooier tegenwoordig dan iedere historische onderzoeker die denkt van ik ben vastgelopen, die klikt op Delver.
Dan ben je voor de rest van de week ben je wel weer zoet. Dat heeft dus ondergetekende ook gedaan. In een soort routine van laten we eens kijken wat er dan over Florence Nightingale te vinden is. En dat is fascinerend. Vanaf het allereerste moment staan alle kranten vol over datgene wat er in Engeland gebeurt. Over het afreizen van Florence met haar verpleging. De cijfers zijn zo even door Cecile getoond. Het afreizen naar Scutari. Haar werkzaamheden op de Krim. Allerlei bijzonderheden die tot in detail worden. In bijna alle kranten, dus alle type kranten, die berichten wel de een wat uitvoeriger dan de ander. Maar in de rubriek buitenland, Engeland, et cetera, kun je al die berichten terugvinden. Ik moet zeggen, het is een aangename bezigheid. Makkelijk ook, want Nightingale is niet een woord wat in iedere Nederlandse krant voorkomt. Bij Jans is dat lastiger. Maar bij Nightingale komt u toch al snel bij deze artikelen terecht. En kunt u dus heerlijk die verslagen daarvan lezen. In de tijd bij de heruitgave van 2005 van Florence Nightingale heb ik vooral gekeken naar de receptie van Florence Nightingale in de letterkunde. De bewondering, de eminent Victorian zullen we zeggen, de bewondering voor Florence Nightingale als een soort oorlogsheldin en op wat voor manier dat in de literatuur een spoor getrokken heeft. Er was natuurlijk heel veel heroïsche literatuur, tegenovergestelde van de Piet Paaltjes, die zat alleen maar op het graf te janken, maar je kunt ook juichend door het leven gaan over alle grote helden die je bent tegengekomen. En één daarvan die ik toen gepubliceerd heb, dus dit is een herhaling van iets ouds. Dat was van Adriaan Bogaars, Historische Vrouwen, kunt u nagaan. Haarlem, even letten op de plaats, Haarlem. Haarlem, 1858. Waarin hij een heel lang gedicht, u ziet daar tussenin een paar stipjes staan. Dus alle andere coupletten zijn weggelaten. U kunt uw middagje wel vullen met al deze prachtige, moeilijk leesbare. Ik durf het nauwelijks te gaan voorlezen, want er vallen ongetwijfeld gaten in. Wat teer ontzag zweeft, waar gij naakt u tegen. Hoe dank de hand die gij meelijdend vat. Een groet van u bekomen bij uw ronde. Mengt dons in het stro waar de arme lijden rust. Was één er die uw blik niet vangen konde, hij is zijn troost, hij heeft uw schouw gekust. Nou, de rest mag u bij het terugzien van de video, mag u deze dia nog eens rustig nalezen. Er is één publicatie, die heb ik tot op de dag van vandaag niet te pakken kunnen krijgen. En die is nog steeds spoorloos voor mij. En dat is de Damescourant. Dat is een van de hele veel damesbladen die in de 19e eeuw tot stand komen. En één daarvan, u ziet het, bijna het eerste nummer van de Damescourant, daar staat een levensbeschrijving van Florence Nightingale. Dat is een uitgave van maart, april 1856. Dat is dus echt ongelooflijk vroeg dat daar al een biografie staat, ongetwijfeld gebaseerd op Engelse bronnen, want daar worden al meer levensbeschrijvingen geboden. Maar in de oprechte Haarlemse Courant en in het Algemeen Dagblad stonden deze advertenties, waarin zij dus, duidelijk is dat het Nederlandse publiek haar ook via dit soort uitingen in populaire bladen, alledaagse bladen, kon vinden. Ik maak dan de sprong naar iets waar ik uit vorige onderzoek naar gedaan heb, de geschiedenis van de diaconessenhuizen, daar kom ik dadelijk op terug. De ontwikkeling van de diaconessenhuizen, want er zit in al die diaconessenhuizen zitten altijd van die crisismomenten. En een van de crisismomenten in het diaconessenhuis van Utrecht, die geleid heeft tot de titel van het boek wat ik er destijds aan gegeven heb, met het beste wat men heeft en kent. Dat is een zin die Nicolaas Beets gebruikt in een uitvoerig schrijven, waarin hij een 26-tal stellingen formuleert, naar aanleiding van een grote rel, in alle kranten uitvoerig beschreven, namelijk het feit dat in het diaconessenhuis is een Rooms patiënt, is bediend door een priester. En dat vinden de protestanten die daar massa's geld naartoe gebracht hebben natuurlijk buitengewoon onaangenaam. Dus dat leidt tot een grote rel en Nicolaas Beets is dan degene die zegt van nou, luister eens, het gaat tenslotte om waar je voor bent, dat is met het beste wat men heeft en kent verplegen. En dat je er ook nog religieuze overtuiging hebt, is heel belangrijk, maar dat is niet doorslaggevend. U voelt de vibratie met de huidige vaccinatie, maar goed, dat moet ik proberen op Urk te voorkomen. Roomse patiënten in het diaconessenhuis voorzien van het heilig olie in 1849. Dat leidt dus tot allerlei krantenartikelen. Onder andere van de beroemde Abraham Cappadoos, natuurlijk bij velen van u bekend. Die in 1850 nog een keer zo'n affaire heeft.
Waarbij er eenzelfde soort verhaal is, maar dan in tegenovergestelde zin, namelijk dat hij niet bediend wordt. Dus dat is voortdurend aan de orde. En u zult dadelijk nu langzamerhand denken van, ja, zit je nou niet een beetje je tijd te vullen met de dingen die niks met Floris Nightingale te maken hebben. Het heeft er alles mee te maken. Want in 1853 is het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie. Dus in Nederland is men volop bezig met de discussie van, wat kunnen wij met die katholieken? Of beter gezegd, andersom, wat de katholieken die denken, wat moeten wij toch met die protestanten? En dat gevecht dat gaat volop door. Dat zijn de boeken over geschreven, de prachtige kunstuitingen, sketches en noem maar op, al heel veel. De achtergrond van de bisschoppelijke hiërarchieherstel in 1853, dat zie je terug in de couranten. Want als er in de berichtgeving duikt in oktober 1854 al een bericht op, waarvan je zegt van, hé, wat is hier aan de hand? Je gaat langzamerhand kijken naar hoe worden de zusters van Florence Nightingale weergegeven. Zijn dat algemeen zusters? Of gaat het over protestantse zusters? Gaat het onder leiding van een protestantse zuster? Gaat het over de katholieke zusters? We zagen net op het overzicht keurig netjes dat die groepen erbij waren. Maar er komt discussie over. Om in de behoefte van de gewonden aan godsdienstige opbeuring te voorzien ook. Wat doen die verpleegsters op het moment dat zij bij iemand komen die protestant of katholiek is? Moet je dan als protestant tegenover katholiek denken van, nou, ik probeer jou er wel vanaf te houden. En andersom natuurlijk, op die manier. Dus daar gaat men discussie over voeren. En in 1854 in de oprechtse Haarlemse Courant komt daar ook weer een uiting over. De ultramontaanse, dat is ultramontanisme, dat is dat je de paus superieur vindt. Ultramontaanse hoofdorgaan l'univers beklaagt zich over Engelse vrouwen, welke naar de Levant zijn gezonden ter verpleging van gekwetsten en meer in bijzonder over Miss Nightingale en haar gezellinnen. U ziet er langzamerhand degraderende. Welke geen gelegenheid zouden verloren gaan om protestantse geschriften onder de katholiek gekwetsten te verspreiden. Hetzelfde thema wat in Nederland speelt, wordt geprojecteerd op de discussie wat daar in de Krim allemaal plaatsvindt. En ik vond deze wel aardig. Wij hadden gedacht dat de onderneming van Miss Nightingale niet zo spoedig het karakter van onverstandigen protestantse geloofsijver zou hebben aangenomen. Er komt dus in de katholieke pers een hele negatieve stemming rondom Florence Nightingale tot stand. Dat is een verschrikking dat we die naar de Krim gestuurd hebben, want die probeert daar allemaal zieltjes te winnen. En dat gaan we natuurlijk niet toestaan. Wel nu in december, dan komt de tijd enigszins tot zinnen, dat is al vrij snel. Dat ze denken van, nou is dat toch eigenlijk wel waar? Wij mogen niet onvermeld laten dat de uitdeling van protestantse vluggeschriften de protestantse ziekenverplegers in hospitalen van gemeende gezindheid in Constantinopel niet is gestuurd door Miss Nightingale. Integendeel, wij lezen met voldoening in brieven door de Engelse katholieke zusters van liefde in Constantinopel geschreven dat deze geen genoegzame lof kunnen geven aan de zorgen en de voorkomendheid van Florence Nightingale. Dus eerst trappen ze de grond in en dan proberen ze weer een klein beetje dat zaakje op te poetsen. Wel nu, dat gaat zo nog een tijdje door, over het lijden aan protestantse onverdraagzaamheid, een menigte protestantse vrouwen van meer of minder geschiktheid voor haar moeilijke taak, de haat tegen het katholicisme staat overal op de voorgrond. Kortom, ik heb voldoende geschetst, er is een sfeer rondom Florence Nightingale geschetst, die meestal buiten beeld blijft, het gaat om haar verpleegkundige prestaties, maar die religieuze achtergrond is in Nederland een absoluut discussiepunt. En dat heeft een boeiende achtergrond, een boeiende context. En daar kom ik dan terug op mijn geschiedenis van de diakonissenhuizen. Namelijk dat is in dezelfde tijd dat Valérie de Casparin in Lausanne bezig is om de diakonissenhuizen aan te vallen. Wat later Abraham Kuyper ook gaat doen. Kuyper is in feite een volgeling van de Casparin, maar dat terzijde. Casparin, dat is dus, die schrijft dat boekje, La Corporation Monastique. Dit zijn gewoon de katholieke orders in het protestantisme, weg ermee. Je moet gewoon als protestant, moet je dat vrij doen, zonder allerlei bindingen aan de orde of wat dan ook. En dat geschrift heeft in Nederland behoorlijk opgang gemaakt. Vooral ook omdat Valérie de Casparin ook andere boeken schreef. Je kunt ze ook wel allemaal downloaden. Het is daar niet helemaal om door te komen, moet ik zeggen. Maar goed, er zijn Armen te Parijs en elders. De geschiedenis van het Oude Testament. Je kunt het allemaal vinden van haar hand, maar ook dat grote bezwaar, diakonessenhuizen, daar moet je van afzien, want dat zijn katholieke pseudo-orden als het ware. En dat resoneert met een heel andere ontwikkeling die u wel kent, maar waarschijnlijk ook in een ander perspectief ziet, namelijk de geschiedenis van Dunant en Basting. En dan ben ik weer in de militaire traditie.
Want Basting is de grote man van onze koning. Die probeert dat het leger te organiseren. Die probeert de verpleging in het leger te organiseren. En die heeft heel veel oog voor datgene wat er allemaal gebeurt op het slagveld natuurlijk, sowieso. Maar ook wat er gebeurt in Lausanne, daar rondom in de Genève. Want in Genève zit Dunant met zijn Rode Kruis gedachtegoed. En als u de moderne publicaties leest, dan is niet Henri Dunant de oprichter van het Rode Kruis, maar dan is Johan Basting de oprichter van het Rode Kruis. En nog spannender, ze hebben samen, beiden, hebben samen op het congres vertoefd met Florence Nightingale, dat ging over medische statistiek. Florence Nightingale bezoekt een congres over medische statistiek en daar zijn deze heren ook aanwezig. Boeiende verbanden die ineens toch een heel ander licht, volgens mij althans, daarop werpen. De hele invloed van Genève, geen Vlietner, geen Keizersweert, maar Lausanne, Genève. Waar ook Betsy Groen, de vrouw van Groen van Prinsterer, buitengewoon betrokken bij was. Niet te vergeten, Cato de Bronovo, Cato de Bronovo, die natuurlijk ook niet georiënteerd was op Vlietner, maar die georiënteerd was op Lausanne en op Zwitserland. En daar zie je dus tussenin weer de namen die al gevallen zijn, en dan komen Basting en Dunant weer terug. En dat heb ik in de tijd in een groot artikel gepubliceerd, of geïllustreerd moet ik zeggen, aan de hand van de reizen die beide dames maken. Moet u maar eens kijken, onze mevrouw Swellengrebel, die gaat in 1847, reist zij vanuit Utrecht, reist zij hier langs de keurig netjes naar beneden, dan blijft ze hier hangen, ziet u, in Duitsland. Dan reist ze terug, dan gaat ze nog wel even in Parijs kijken, heel belangrijk, vanwege ze mist een man in de instelling. En in Parijs hebben ze een ideale relatie tussen een man en een vrouw aan het hoofd van een diaconessenhuis. Keert ze terug en dan gaat ze verder in Utrecht. Als in 1865 de Bronovo gaat reizen, dan ziet u, gaat ze eerst naar Berlijn. En dan steekt ze gelijk door naar beneden, kijk hier, gaat ze naar Genève. En hier bezoekt ze allerlei instellingen, dus dat is de Zwitserse invloed. En dan reist ze weer terug, keurig netjes, en dan gaat ze in Den Haag verder met haar werk. Kortom, buitengewoon boeiend verschil. Wat u ook ziet in de Schavenhaagse diakonesseninrichting, namelijk in 1865, is Bronovo niet als diakonessenhuis begonnen. Dat is een groot misverstand. Het was geen diakonessenhuis. Het was een opleidingshuis voor ziekenverpleegsters. Dat was Basting. Dat was pas in 1870 hebben ze ervoor gekozen om er een diakonessenhuis van te maken. En dat heeft te maken met de Frans-Duitse oorlog. Heeft te maken met disciplinering van het huis, et cetera, et cetera. Kortom, je moet dat dus in de tijd iets anders rangschikken. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de ontwikkeling in Amsterdam, waar natuurlijk ook een andere ontwikkeling is. Geen Keizersweert, ook niet zo sterk Lausanne, alhoewel ze het wel goed kennen. Als in 1841-43 de ziekenverpleging op de Prinsengracht begint, dan is daar de surrogaatdiakones. Ook weer niet vol religieus, maar meer kijken naar de kwaliteiten. Dat is het kenmerk geweest van het Prinsengrachtziekenhuis. En hetzelfde is het geval met Heldering. Nogmaals, ik heb dat in het artikel, mocht u daar de details van willen weten, in het artikel uitgewerkt, van Otto Gerard Heldering, die in 1847 in Zetten begint met zijn grote onderneming, en ook denkt van, zal ik er een diakonessenhuis van maken? Dan in 1850 reist hij naar Keizersweert, dan komt hij terug en dan denkt hij van, nou, dat zou toch wel kunnen, gaat hij bij mevrouw Swellengrebel op bezoek van Utrecht, en die zegt van, niks, ik stuur geen zuster naar jou toe. Ze is een beetje bang van Heldering, een beetje een dominante man. Daar kon ze niet zo goed tegen. Vandaar dat ze in Parijs ging kijken hoe je een docile dominee kon vinden. Om dat voor elkaar te krijgen. 1851 weet u dat Florence Nightingale ook in Keizersweert is geweest. Dus als je het boekje vergelijkt van Heldering over zijn bezoek aan Keizersweert. En van Florence Nightingale. Dan zie je daar ook hele mooie parallellen. Dezelfde tijd dat ze een bezoek brengen aan Keizersweert. Dat is niet onbelangrijk ook voor de rest van het verhaal. Omdat, en dit is een heel veel voorkomend misverstand over de Nederlandse diakonessenhuizen. Veel mensen die zitten daarnaar te kijken op deze manier. Dat Utrecht volgens het model van 75. Niet volgens het oorspronkelijke model. Het model van 72, wat ik net liet zien. Niet volgens de oprichting. In Haarlem precies hetzelfde. Is niet opgericht als diakonessenhuis, anders opgericht. Kortom, je kijkt dus naar een andere instelling als je in de periode hiervoor gaat zitten. Wel nu.
Terug naar het Kolsingel ziekenhuis. De nood van hospitals. De hele discussie over hoe bouw je een goed ziekenhuis. Ga ik uiteraard niet uitweiden. Daar heeft Florence Nijdenkeer haar invloed op gehad. Ook de ontwikkeling in Amsterdam. En dan maak ik de sprong naar Amsterdam. Want er is precies dezelfde anachronistische shift. Als ik de literatuur lees over de geschiedenis van de ziekenverpleging in Nederland, is dat anachronistisch. Vertrokken vanuit de jaren 80. Vanuit de jaren 80 naar de periode. Sorry, ik werd even afgeleid door jou. De tijd drijven. Na 1880 wordt dat allemaal de mooie ontwikkeling met Van Deventer, Anna van Rijnvaan en Jeltje de Boskemper. Allemaal bekende naam. Maar de periode daarvoor is blanco. Ik heb aan de hand van een archief, ga ik dadelijk iets, heel kort iets over zeggen, het archief had al geprobeerd een beetje boven water te halen. Want de man die daar een rol speelt is Gustav voor Eduard Voorhelm Sneevoogd. Sneevoogd die in 1850 daar, eind jaren 40 komt, 50 in een positie komt. En dan begint in dat buitengasthuis waar het allemaal om draait. Eigenlijk als dokter denkt van jongens, hoe kan ik hier nog een beetje orde in krijgen? Dat doet hij samen met een paar andere mensen die later het bestuur van de oprichting van de KNMG, of de Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst vormen. Want dit zijn allemaal ziekenhuisdirecteuren. Dit is Molenwater die hetzelfde probleem heeft in Kolsingel. Dit is Voorhelm Sneevoogd die in het buitengasthuis de ziekenverpleging reorganiseert. En dit is Ramaar die de ziekenverpleging voor de psychiatrie in Zutphen aan het opzetten is. En dan gebeurt er bij mijn zoektocht door de Delver iets merkwaardigs. Ik zie deze advertentie. U zult zeggen, gelijk doorspoelen. Maar ik blijf hangen. Waarom? Deze kweker, bollenkweker, die heeft een tulp, of weet ik veel wat, een of andere bloem. En dat is een Florence Nightingale. Dat is 1856, ziet u het, hoe vroeg. Dus naar de grote naam, Florence Nightingale, noemt hij een bloem. Maar waarom ik hier blijf hangen is, van verdraaid een bollenkweker die over Florence Nightingale schrijft, weet je wie dat is? Dat is Voorhelm Sneevoogd. Waarom? Zijn vader, deze meneer Kreger, die heeft namelijk in 1837 de bollenkwekerij van paas Voorhelm Sneevoogd gekocht. Die was schathemeltje rijk. Als je nu bij het Rijksinstituut voor Kunst, daar staan alle tekeningen, weet ik al niet wat, verzameld. Deze schitterende opzet, allemaal van Voorhelm Sneevoogd. En dat betekent dus dat deze man direct contact had met die hele wereld van Voorhelm Sneevoogd en van Florence Nightingale. En dat leidt dan tot de publicatie in 1861 van het boekje van Florence Nightingale, de vertaling, uitgebracht door Anne Dorothee van der Tol, de echtgenote van Conrad Buskenuet. Die dominee, die ook weer geïnspireerd is door de Casparin, door die Zwitserse theologie, zeg maar. Dus daar zitten allerlei verbanden die ik nu niet kan uitwerken. Het is maar een smaakmaker bijna. Vervolgens ziet u dat in de inleiding van dat boekje, van de Notes on Nursing, heeft dus Voorhelm Sneevoogd een kort tekstje geschreven. Maar als je dat goed analyseert, zitten daar van allerlei mooie dingen in, waar ook volgens mij nog nooit goed naar gekeken is. Hij verwijst namelijk naar de Duitse vertaling en naar de Franse vertaling. En dat roept direct de vraag op, was de Franse en de Duitse fysieke verpleging, gaf dat dezelfde context bij de receptie van Florence Nightingale's boekje als in Nederland? Antwoord nee. Sterker, daar kom ik weer terug bij mijn eerste dia, wij hadden in 1860 helemaal geen zieke verpleging in de moderne zin van het woord, want dat is het post-1883 begrip. Snapt u? Dus daar zitten begripsverwarringen in het hele verhaal. Wel nu, als u dan vervolgens leest wat Voorhelm Sneevoogd allemaal gaat zeggen, ik weet dat we een strenge voorzitter hebben, dus daar moet ik mij ook aan houden. U kunt het allemaal rustig nog een keer thuis nalezen, wat allemaal door Voorhelm Sneevoogd gezegd wordt, maar even de essentie van zijn verhaal. Zo natuurlijk dat het geweldig is wat deze mevrouw allemaal opgeschreven heeft, want waarom zou je anders de vertaling mee inleiden? Maar waar hij vooral aandacht voor vraagt is het feit, en dat is een langlopende discussie in de geschiedenis van de verpleegkundige leerboeken, namelijk wat eigenlijk een verpleegster kan met medische kennis. Dus hij valt haar aan op het feit dat zij als verpleegkundige, waardevol werk, moet vooral gebeuren, weet ik al niet wat, maar ga nou niet vanuit je halve onkunde of je pseudokennis over medische dingen praten, want dan gaat het mis.
En u weet, bij Florence Nightingale ging het ook flink mis. Florence Nightingale geloofde niet in bacteriën, wat een, het vuilconcert, prachtig artikel over, de geschiedenis van het vuilconcert bij Florence Nightingale. Bacterie was niet aan de orde. Nou ja, dan zit je al behoorlijk scheef in de ontwikkeling na 1880 met de bacteriologie, et cetera. De hele leer, ik zal eventjes gaan naar de echte puntjes, ik heb ze hier aangegeven. Want hij legde de vinger bij, in dit geval een wijsvinger, maar de vinger bij. Mogen ook in al haar stellingen waar zijn dat elke ziekte in het een of ander tijdperk een herstellingsproces is? Een heel interessant concept, heel interessant ziekteconcept. Mogen men haar theorie omtrent de niet-besmettelijkheid van de roodvonk wantrouwen? Mogen men ook al haar beweren dat de tering meestal door inademing van bedorven lucht ontstaat overdreven kunnen noemen? Mogen er al geen hier of daar meer zulke gewaagde hypothesen of onjuiste uitspraken bij haar gevonden worden? Mogen men voorts in haar werkje ook al op menige herhaling stuiten? Over het algemeen bevat het boekje een wezenlijke schat van praktische wenken en nuttige lessen die de slotsom uitmaken van haar veelzijdige opmerking en rijke ervaring. Kortom, je ziet een dokter die afstand neemt van de medische kennis, maar tegelijkertijd de mogelijkheden die zij biedt en de richting die zij aangeeft, waar het heen gaat met de ontwikkeling van de verpleging, dat hij die accepteert. Tot slot één opmerking slechts. Hij is zich bewust van het feit dat Florence Nightingale inmiddels in de rolstoel zit. Vanuit die rolstoel van alles en nog wat doet. In ieder geval ziek is, zomaar zeggen. Of zich ziek voorgeeft. De femme fatale, Sir Sidney Herbert, ze heeft twee moorden op haar geweten volgens Pickering. Sir Sidney is ter gronde aan hem gegaan en nog één kerel die in haar buurt was, die konden, tenslotte gingen ze eraan onderdoor, gewoon heel Nederlands is dat. Dat is een ander, een beetje tegenbeeld van Florence Nightingale. Het spijt mij geweldig, voorzitter, dat op deze schone dag we met deze droeve boodschap moeten eindigen. Dank u wel.